Vandaag nemen we een kijkje bij Hydro Building Systems Benelux. Dat zegt u misschien niks, maar als ik zeg Sapa of Wicona, dan rinkelt er misschien wel een belletje. Zij maken producten die bestemd zijn voor aluminium buitenschrijnwerk. Hydro Building Systems Benelux, wie of wat zijn jullie? Hydro Building Systems Benelux behoort tot de Noorse Hydro Groep. Okay. Familie van 35.000 werknemers, 40 landen actief, op een 150-tal locaties. Het is eigenlijk de grootste aluminiumgroep ter wereld, gaande van ontginning van bauxiet, de grondstof voor aluminium, tot eigenlijk afgewerkte halffabrikaten voor eindklanten. Oké, en wat gebeurt er hier? Hier specifiek ontwikkelen wij profielsystemen voor de building and construction market, specifiek in aluminium natuurlijk. En wat dat wij hier doen is eigenlijk het verdelen van ons gamma naar onze klanten toe. Ja. En de mensen kennen jullie waarschijnlijk wel van Sapa of Wicona. Wicona is voornamelijk gekend voor high-end projectoplossingen, eigenlijk specifiek op maat gemaakt. Sapa is meer gekend in de residentiële sector, ook voor projecten. Maar daar gaat het meer over het esthetische en het design aspect. Dus wat hier gebeurt is eigenlijk de pre-assemblage en de kleuring van profielen. Wij kopen eigenlijk binnen onze groep de profielen van onze zustermaatschappijen. Wij zorgen dat we het volledige gamma van alle systemen op stok hebben. We hebben ongeveer 7500 artikelen op stok hier. Ja. En die artikelen worden verdeeld naar onze klanten afhankelijk van hetgeen wat ze eigenlijk willen bewerkstelligen als een eindproduct, een raam, een deur of dergelijke meer. En die pre-assemblage betekent eigenlijk de thermische onderbreking in de profielen inrollen, maar ook het lakken. Dan brengen we alles samen en dat is een soort van pakket dat onze klanten dan gebruiken om een eindproduct te kunnen maken. Een van jullie stokpaardjes, dat is toch duurzaamheid. Maar wat moet ik me voorstellen bij aluminium en duurzaamheid? We hebben een aluminium ontwikkeld dat eigenlijk afkomstig is uit post-consumer scrap. Dus scrap, schroot dat uit bestaande gebouwen komt. Door een innovatief proces dat uniek is in de wereld, zijn we erin geslaagd om eigenlijk van dat aluminium een aluminium te maken met exact dezelfde karakteristieken als primair metaal. Dat maakt het niet duurzamer op zich. Natuurlijk, er moet nog een duurzaam element in zitten. En het duurzame element is, aluminium is heel energieintensief om aluminium te maken, maar met te ontginnen en eigenlijk uiteindelijk tot nieuw metaal te maken. Met dit proces zijn we erin geslaagd om die energie te reduceren tot een fractie van wat er nodig is om nieuw metaal te maken. En daardoor is de voetafdruk gereduceerd voor dat metaal tot 2 kg CO2 per kilogram aluminium content. En dat is heel laag. En dat is het meest duurzame metaal of meest duurzaam aluminium dat er te vinden is momenteel in de wereld. Mieke, Steven heeft het straks al gehad over duurzaamheid bij recyclage, onder andere van aluminium. Maar de duurzaamheid gaat veel verder dan dat, hè? Duurzaamheid komt tot stand, dus omdat we eigenlijk altijd willen streven naar efficiënter werken, veiliger werken enzovoort. En ook vanuit de groep wordt het heel sterk gestimuleerd om op bepaalde punten te gaan nadenken over wat kunnen we beter doen, wat kunnen we duurzamer doen. Bijvoorbeeld binnen de groep is er een werkgroep die zich uitsluitend bezighoudt met verpakkingen en transport. Wat kunnen we doen om de verpakking te verminderen? Wat kunnen we doen om verpakkingen duurzamer te maken? Wat kunnen we doen om onze transportkosten naar beneden te halen? En dat is dan met input vanuit alle andere plans dat we eigenlijk een idee opzetten van zo willen we in de toekomst werken, maar steeds in het achterhoofd onze voetafdruk, ecologische voetafdruk, verder verminderen. We proberen als bedrijf overal duurzame acties op te starten. En het begint eigenlijk bij onze mensen. Mensen leren goed laten recycleren, duidelijk scheiden, duidelijke metalen scheiden van elkaar. Een andere kleine zaak is bijvoorbeeld de waterdispensers die overal staan. We hebben ook mensen de mogelijkheid gegeven om met de elektrische fiets naar het werk te komen. En het eerste wat eigenlijk opvalt als je hier binnenkomt, is de LED-verlichting. Ja. Dus wij hebben vorig jaar daar serieus in geïnvesteerd. En het gaat zelfs zover dat jullie niet meer van het buitenland naar elkaar toe vliegen met een vliegtuig, maar dan jullie... Nee. Als bepaalde werkgroepen samenkomen, is het soms zo dat iedereen op zijn eigen plan blijft, maar gewoon met een polycom systeem kunnen we perfect communiceren met elkaar. Dank je wel.